Er is spijtig genoeg opnieuw een terreuraanslag gebeurd in ons land. En blijkt opnieuw dat dat iemand is die hier illegaal op het grondgebied is, die hier helemaal niet had mogen blijven en die al lang had moeten teruggestuurd worden naar Tunesië. Sindsdien is er natuurlijk crisis in de regering en kondigt de regering warempel een strenger terugkeerbeleid aan. Ze hebben jaren het omgekeerde gedaan, maar nu plots willen ze verstrengen. En ik heb vandaag een persconferentie gegeven samen met Maaike en Thomas om concreet te zeggen wat wij ervan denken en wat wij concreet voorstellen qua verstrengingen. 10 voorstellen, heel concrete voorstellen. We moeten echt absoluut prioritair werk maken van de actieve opvolging en opsporing van criminele en geradicaliseerde vreemdelingen. We moeten die dienst die daar is, de gerechtelijke sectie, ik heb daar jarenlang voor gewerkt, we moeten die opnieuw gaan versterken. Wij hadden met het kabinet van Theo Francken en Theo Francken zelf die dienst volledig verder uitgebouwd en ondersteund met financiële middelen na de aanslagen toen. En nu blijkt die dienst volledig uitgegold, werd daar nog maar 4 man. Dus ja, laat ons daar prioritair op inzetten, ook op de repatriëring natuurlijk van die mensen, want voor hen is hier echt wel geen plaats. Je ziet net dat net die linkse partijen in de Vivaldi-coalitie, PS, Ecolo, Groen en Vooruit, heel hard inzetten op het bemoeilijken van een strenger terugkeerbeleid. Dus als de eerste minister vandaag verklaart dat hij het terugkeerbeleid scherper wil en harder wil voeren, dan wil ik dat nog wel eens zien gebeuren. Nu, in elk geval, wij nemen zijn uitdaging aan. Wij hebben hier vandaag 10 punten klaargelegd, 10 voorstellen, allemaal al uitgewerkt in concrete wetsvoorstellen, om dat in de werkelijkheid om te zetten, om daar effectief aan te bouwen. En het is natuurlijk aan hen om onze uitgestoken hand aan te nemen. Ja, dank u, mevrouw de voorzitter. Dank u, premier en collega's. Ik deel uiteraard ook de steunbetuiging aan de families van de nabestaanden van de slachtoffers. En ook de steun aan onze veiligheidsdiensten die full continu werken om te zorgen dat ons land zo snel mogelijk naar een lager dreigingsniveau kan en dat dit ook opgeklaard wordt. Onze mensen doen keihard hun best. Ik moet wel één ding zeggen. Ik begrijp niet. Ik heb hier nu 4 excellenties bezig gehoord. En de eerste 3 zeggen, ja, hij stond niet op de radar. Maar als ik hoor het relaas van mevrouw De Moor over waar hij bij DVZ overal opgeplokt is, elke 3 maand popt hij op ergens, al een jaar of 6. Dus kun je toch moeilijk beweren dat hij niet op de radar stond. Die stond keihard op de radar. Elke 3 maand kwam hij opnieuw op de radar. Hij is geagendeerd op het LIVC, het terreuroverleg van de gemeente Schaarbeek, zoals de burgemeester Clairvoy terecht zegt. Hoe kan dat hij dan niet op de radar stond? Hoezo? Wat is de definitie van op de radar staan? Is dat dezelfde definitie als bij die IS-strijders die teruggekeerd zijn? Dezelfde definitie als we houden ze in de gaten? Is dat dat soort van definitie dan? Want wat voor een radar is er eigenlijk binnen de regering? Hoeveel radaren zijn er? Meneer Van Quickenborough, die is een radar, die stond niet aan. Mevrouw Verlinde, die radar stond niet aan. Maar een DWZ-radar, die draaide tegen 100 per uur blijkbaar. Dat helaas. Allee, ik heb het niet allemaal kunnen noteren. Ik had te weinig papier bij vandaag. Die is 50 keer is die boven gepopt bij DWZ. Hoe kun je dan met een uitgestreken gezicht beweren dat die niet op de radar stond? Allee, wie gelooft u? Wie gelooft u? Premier, u komt hier op 6 maanden van de burgerverkiezingen, komt u en na een aanslag komt u met een uitgestreken gezicht zeggen dat u een strenger asielbeleid wenst. Ik weet niet wat ik hoor, premier. Uw asielbeleid is een complete ramp. 8500 keer veroordeeld omwille van het schenden van het internationaal asielrecht. U ging het menselijk aanpakken. U ging het humaner aanpakken. Dagelijkse veroordelingen voor miljoenen euro's aan dwangsommen. Mensen moeten ondertussen al 2 jaar wachten voor een antwoord op een asielaanvraag. 2 jaar, premier. Ondertussen zitten alle bedden vol en heb de nieuwe bedden nodig en gaan de overal asielcentra openen. En wat zeggen alle burgemeesters, waaronder ik en vele anderen? Nou, maar daar gaan we toch niet meer aan beginnen. Hè? Vlak voor de gemeenteraadsverkiezing, we gaan toch geen asielcentrum openen in mijn dorp? Kom jongens, wees eens ernstig. Het zijn uw eigen burgemeesters van uw eigen regeringscoalitiepartners die overal zeggen, no merci, nee bedankt, dat gaan we niet doen. 28.000 mensen, premier, wachten op een antwoord. 28.000 mensen wachten op een antwoord op een eenvoudige asielaanvraag. Dat zal wel dan uw systeem compleet vastloopt en dat je altijd maar meer en meer en meer bedden nodig hebt als je geen beslissingen neemt. Ik heb gisteren de asielcijfers gezien van vorige maand. Er zijn opnieuw
te weinig beslissingen en veel te veel instromen. Als gevolg dat de wachtlijst opnieuw toegenomen is. In plaats van afgenomen, is die toegenomen. En u heeft al 100 miljoen extra in dat budget gestoken. We zetten een asielbudget van meer dan 1 miljard euro. Premier, dan heb ik het nog niet over de terugkeer. Vandaag zegt u, ik heb u gisteren goed aanhoord, ja, de terugkeer. We gaan ervoor zorgen dat die bevelen beter worden opgevolgd, dat dat terugkeerbeleid versterkt, dat we dat beter kunnen aanpakken. Meneer de premier, uw terugkeerbeleid is een complete ramp. Ik heb het niet over de coronajaren. Tijdens corona terugkeren, er was bijna geen internationale migratiebewegingen. Dat was heel moeilijk. Dus die jaren kan ik u niet aanwrijven. Dat zou intellectueel compleet oneerlijk zijn. Maar vorig jaar was geen coronajaar. 7000 en een beetje. Dit jaar zegt mevrouw De Moor, het zijn er met wat geluk eindigen we een duizend hoger. 8500, als ik het goed voor heb. Als het de komende maanden nog draait. Dat is onwaarschijnlijk weinig als je dat uitzet ten opzichte van wat er binnenkomt elke dag. 100 asielaanvragen per dag en je krijgt er 10 weg, 15. Dus, premier, dat terugkeerbeleid, ik hoor het u allemaal graag zeggen, de cijfers spreken boekdelen, ze zijn dramatisch rampzalig. Het is nog nooit zo erg geweest met het asielbeleid. Ik volg het intussen meer dan 25 jaar hier in de Wetstraat op de voet. Het is geen gemakkelijk dossier. Absoluut niet. Absoluut niet. Het is een van de moeilijkste departementen. Het gaat over mensen van vlees en bloed. En er komt zoveel bij kijken. Je ziet dat opnieuw. Als je dat dossier leest, die heeft bij ons bij spreken heel Europa al gedaan. Is overal geweest. Is een paar keer in de gevangenis gezeten. Allee, die man is dan met een bootje binnengekomen in Lampedusa in 2011. Allee, het klassieke verhaal. Het is een heel moeilijk departement. Maar wat er gebeurd is, is absoluut ondermaats, premier. De kiezer gaf in 2019 een helder signaal in Vlaanderen voor een sterker en strenger migratiebeleid. En hij krijgt, sorry dat ik het moet zeggen, het omgekeerde. U heeft mijn ontradingscampagnes offline gehaald. U heeft de deur wagenwijd opengezet. Wat heeft u gedaan in zaken terugkeer? ICAM-project. Terugkeercoaches. De groene, de absolute eis van de groene en ecolo. We gaan met de mensen praten. We gaan ze begeleiden. Precies of dat die mensen niet weten dat ze terug moeten. Die mensen weten dat, hè. Dat ze eindelijk na 2 jaar een negatieve oordeel krijgen en na de RVV, een beroepsinstantie, die mensen weten dat ze terug moeten, hoor. Nee, we gaan ze nog wat begeleiden, nog wat maatschappelijke assistenten, we gaan ze nog eens wat pamperen en dan zullen we zien dat ze terugkeren. Vorig jaar, premier, zijn er 1200 uitnodigingen gestuurd door uw ICAM-coaches, 1200. Er zijn er 300 opgedaagd en er zijn er minder dan 100 vertrokken. 1 op 12. Waarvan die 100 het overige grote deel gewoon sowieso was vertrokken waarschijnlijk. Dus premier, die cijfers zijn dramatisch. U moet dat niet op die manier aanpakken. U weet dat goed genoeg. U moet dat ICAM-project zo snel mogelijk evalueren. U heeft daar 100 mensen voor aangeworven. 100 mensen. Dat is niet uw geld, dat is geld van de belastingbetaler. En de resultaten zijn compleet dramatisch. Ondertussen heeft u de gerechtelijke sectie een heel belangrijke, cruciale schakel binnen de dienst vreemdelingenzaken heeft u compleet uitgekleed. Er werkt nog 4 man. Wat doet de gerechtelijke sectie? Want de mensen gaan dat misschien niet weten. De gerechtelijke sectie volgt de politie van nabij op het terrein. Doet acties, doet aan actieve opsporing, onder andere van geradicaliseerden. Onder andere van deze man in Schaarbeek. Dat is hun taak. Ik heb dat versterkt. Ze waren met meer dan 10. Nu werkt daar nog ocharme 4 man en ze weten niet wat ze eerst moeten doen. U versterkt dat gepamper, die terugkeercoaches en dat gesprekjes, maar de echte core, de veiligheid van de staat, verwaarloost u als het gaat over asiel en migratie. En dat neem ik u bijzonder, bijzonder kwalijk. De gesloten centra. Ik hoor mevrouw De Moor zeggen, die gesloten centra, ja, ik heb niet meer plaatsen als ik heb en dat zijn er te weinig. De gesloten centra, de bezettingsgraad dit jaar, en mijn collega Thomas Hogeman vraagt dat elke zoveel maanden op. Op dit moment 75% bezettingsgraad. 1 of 4, je hebt misschien maar 600 of 700 plaatsen, maar 1 of 4 plaatsen staan leeg. Dat zijn 130 lege plaatsen. Gemiddeld per illegaal zit je aan 30 dagen vasthouding. Dat zijn dus 1500 plaatsen op een jaar dat je dus illegale zou kunnen vasthouden, dat je dus nu niet doet. Hè. Dat zijn geen extra plaatsen. Gebruik gewoon de plaatsen die er nu zijn efficiënter. Vorig jaar bezettingsgraad 72%. Coronajaren was nog veel erger, maar dat was onder andere ook door coronamaatregelen. Dat begrijp ik, dat
nu nogmaals niet aangevreven worden. Het masterplan gesloten centra. Ja, ik was eigenlijk een voddenvent. Ik had het allemaal niet goed gedaan, dat was allemaal niks. En meneer Medias, die hier als een stormram binnenkwam als staatssecretaris, dat was het eerste. Ja, ik heb echte budgetten voorzien voor dat masterplan. En toen ging ik naar de staatssecretaris Michel, die is bevoegd voor de rigide bouwen. Een mens zou het al bijna vergeten. En dus die vroeg ik dan van, ja, kijk, wat is de concrete timing voor dat masterplan? Geen timing. We zijn 3 jaar verder, nog altijd geen timing. Geen timing. Komt er nu een extra centrum bij in Votum of in Charleroi? Of komt er een centrum bij in Zandvliet? Of waar moet ik dat zien? Uw migratiewetboek. Opnieuw, ik was een voddenvent, ik kon er niks van. Waar is dat migratiewetboek? Waar is dat naartoe? Verschwonden. En dan, ja, maar ik weet, u heeft zelfs te woord, meneer Vrijstaat, rustig maar. Ik begrijp dat het niet leuk is om het te horen, maar het mag wel eens gezegd worden. Dan, in verband met de gesloten centra. Mevrouw De Moor, u zegt, ja, ik heb hier eigenlijk de oplossing. Het wetsontwerp ligt in de Kamer. U kaatst de bal naar de Kamer. Ik zeg, ja, maar het wetsontwerp voor een echt goed terugkeerbeleid, dat ligt in de Kamer. Stem dat gewoon. Kamerleden, ga aan de slag. Mevrouw De Moor, in uw wetsontwerp staat het verbod op opsluiting van gezinnen met kinderen in kader van repatriëring. Dat geeft een totale vrijgeleide aan alle illegale gezinnen met kinderen. Het is zelfs een aanzuigeffect. Kom maar naar België, ben je illegaal gezien met een kind in Frankrijk, in Duitsland en je wordt gerepatrieerd, je wordt gedwongen teruggestuurd. Ga naar België, daar ben je safe, daar ben je veilig. Dat is wat u gaat doen, hè? Dat is geen verstrenging van het beleid, dat is een versoepeling van uw beleid. Het wordt nog verder versoepeld. De commissie Bossuyt heeft een rapport gemaakt, meneer de premier, op vraag van uw partijgenote Maggie de Blok. De commissie Bossuyt heeft meer dan 60 aanbevelingen gedaan. Wanneer gaat u die aanbevelingen eindelijk eens omzetten? Het werk is gemaakt. Al het huiswerk is gemaakt. En weet u wat de commissie Bossuyt vraagt? De woonstbetreding. Zodat onze politie eindelijk actief kan opsporen en illegale kan uithalen. Wat doet u? Niets over de woonsbetreding, dood en begraven door de PS, door Ecolo, door de socialisten en de ecologisten in uw regering. Tot slot, en ik sluit af, want anders neem ik te veel tijd van de collega, en dat is niet mijn bedoeling. De terugkeerakkoorden, ja, nodig. Ik hoor niemand praten over ontwikkelingssamenwerking meenemen, omdat dat niet mag van Groen en Ecolo. Ik heb Twitter goed gevolgd de laatste uren. Dus daar mag al geen woord meer over gezegd worden. Dat is de grote groene lijn blijkbaar al terug. Dus alles wat er gisteren gezegd wordt, is vandaag al niks meer waard. European Migration Pact. Ik wens u alle succes, mevrouw De Moor. Ik heb u gezegd, als u ermee komt, ik ga daar niet tegen stemmen. Maar wat u doet, en ik hoop dat u als voorzitter van de Europese Unie dat u daarmee landt, en dat meen ik oprecht, wat u daarmee doet, is de dweil sterker maken. U zorgt ervoor dat de dweil sterker is als nu. Een aantal mensen die we nu opvangen, gaan we niet meer moeten opvangen. Mensen met meerwoudige asielaanvragen, mensen die al een afgewezen asielaanvraag hebben in een ander Europees land, et cetera. Goeie zaak. Meer solidariteit. Goed. Maar ik wil het hebben over de kraan. Je moet niet alleen over de dweil praten, ik wil het hebben over de kraan. De kraan staat wagenwijd open. Er is nog nooit zoveel illegale migratie geweest naar het Europese continent dan dit jaar. En het wordt elk jaar erger en erger en erger. U moet over de kraan spreken. Het is uw verantwoordelijkheid. Het is jullie plicht. Het is wat de kiezer van u verlangt. Het is wat de Belg van u verlangt. En dat is geen communautaire kwestie. U moet praten over de kraan. Ga voor het Australisch model. Zorg dat die NGO-schepen geen mensen meer afzetten. Zorg dat die illegale boten en die smokkelaars niet meer kunnen vertrekken. Maak akkoorden nog meer met Afrikaanse landen, Noord-Afrikaanse landen. En zorg dat er eindelijk een stop komt op die ongebreidelde en onhoudbare en onwenselijke illegale migratie. Dat is uw opdracht. Daar moet u voor gaan. Dat is wat de kiezer voor u wacht. En dat is waar u volgend jaar in juni zal worden op afgerekend.